It's a beautiful day. The sun is shining. Nu ben ik samen met mama naar de wei aan het lopen. Want de paardjes gaan 's ochtends even lekker op de wei. En dan komen we 's middags weer terug. En dan heb ik wedstrijd. En dan hebben we de Jong KNS finale vandaag. We zijn inmiddels bij de Jong KNS. Ik moet een beetje opschieten, want ik ben een beetje laat. En dan ga ik lekker losrijden en wedstrijd rijden. Stek je er weer? Oh. Top. Je bent aan de beurt. Dankjewel. Geef me niet voor. Niet zo goed. Mama vond wel dat het goed ging. Ik voelde wat minder. Ik weet niet waarom. Ik heb de afgelopen 3 dagen heb ik natuurlijk heel hard getraind. En gisteren zijn we natuurlijk regiokampioen geworden. Dus ik ben kapot. De blondie die doet nog steeds zijn best. Alleen ik trek het niet meer. Dus we hebben vandaag gedaan wat we konden. En volgende keer weer beter. Ik ben vandaag al heel de dag papa aan het filmen. Ja, je wordt hier wel aan het werk gezet. Water halen. Nou, ze mogen te paard voor de prijsuitreiking. Dat betekent dat ze 1, 2 of 3 is. En Blondie heeft weer achterkappen op. En daar wordt ze altijd nooit zo blij van. Nou, nu doet ze het even niet. Maar net moest ze natuurlijk weer uitgebreid rekken en strekken. Dus ze gaat erop. Yes. En wat vind je ervan? Ik had het niet verwacht. Maar ik ben er wel blij mee. Deze race had trok tussen, zag ik. Ja, en dan... Dus nog een... Het zou kunnen, we gaan het zo zien. Handschoenen nog? Oh. Oké. Dan gaan we door naar de klasse L-Monique. Bij de L-Ponies is op een hele mooie 3e plaats geëindigd Caitlin Rietveld. Gefeliciteerd Caitlin, 3e plaats was de L-Ponies. Dan gaan we door naar de reservekampioen van de klasse L-Ponies. En op een hele mooie 2e plaats is geëindigd Tessa Otterhoff. De reservekampioen van
Lasse Elponies van de Jong KNS en Vlam competitie. Tessa Otterhoff met Miss Blondie. Niet zo goed gaan en het losrijden dat ging wel redelijk, maar toen ik eenmaal daar kwam, ik weet niet wat er gebeurde, het ging gewoon een soort fout in mijn hoofd. Toen heb ik vroeg gereden, dat ging niet zo goed voor mijn gevoel, maar we zijn toch reservekampioen geworden. Dus ik heb een hele mooie deken en een super gave rozet. Ik heb dan hier mijn rozet en mijn deken. Super gaaf dat ik nu ook de tweede een deken krijg. Dat vind ik wel leuk. Dus ik heb nu dit weekend zo, twee dekens gewonnen. Heel gaaf. Deze rozet is ook huge. Super blij mee. Er moeten zijn nog meer prijzen. Heel gaaf. En die kunnen we ophalen bij het secretariaat. Ik kan daar ook mijn protocollen ophalen. En daar zien we ook mijn harmonie. Hoe ik mijn harmonie is gegaan. Ik heb er wel HC mee gedaan. En ik weet ook voor mijn aanleiding een 9.